Oké. Kom op, Stefano. Je kunt het. Kom op, Stefano. You only have one job. Doe je dit goed, dan zet je jezelf definitief op de kaart. Dan vindt iedereen je voor eeuwig een hele grote baas. Uitverkochte zalen in Las Vegas. Duizenden gillende fans overal waar je komt. Miljoenen auto's. Minstens 20 barkie op je rekening. Altijd de duurste pindakaas en 3 biertjes als avondeten. Niet normaal harige bevers en dode muizen. Waar je ook maar kijkt. Stuk voor stuk. Voor jou alleen. Maar als je dit verneukt, hè. Als je er op de een of andere manier toch nog in slaagt om nu, op je moment suprem, nu dat stipje op de horizon waar je al je hele leven naartoe aan het werken bent, eindelijk binnen handbereik is, die ene opportunity waar je alles voor hebt gedaan en minstens net zoveel voor hebt gelaten. Als je dat nu allemaal nu toch nog door je vunzige motorisch gestoorde vingertjes laat glippen, dan kun je er net zo goed een einde aan gaan maken. Aan je leven, bedoel ik. Want dan gaat het met jou nooit meer lukken. Dan heeft iedereen het definitieve bewijs. Die Stefano is niet grappig. Die Stefano is een gigantische loser. Die Stefano zet zichzelf voor de zoveelste keer pijnlijk voor lul. En kom op, Stefanootje. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Kijk om je heen. Van de rest gaat het niet komen vanavond. Dat snap je toch ook wel? Ze hebben de weg compleet geplaveid voor jou. Heel misschien dat Henry van Loon nog leuk gaat worden, maar grote kans dat het tegenvalt, want die arme jongen doet het ook al lang niet meer voor zijn plezier, maar puur omdat ze hebben lopen smeken, janken, bidden, zijn kinderen hebben ontvoerd en frikandellen in zijn bed hebben gelegd. En bovendien, zelfs als Henry van Loon er zin in heeft, dan kan ik je alvast verklappen dat hij alle grapjes die hij samen met zijn regisseur heeft geschreven niet vloeiend uit zijn bek gaat krijgen, waardoor het telkens opnieuw moet en de hele vaart eruit gaat, want die Henry en Henry, dat is niks persoonlijks, maar na al die jaren heb ik nog steeds dat zodra ik je zie of hoor praten, dat ik dan denk, het is toch een geluk voor ons allemaal dat ze jou een podium hebben gegeven. Want als dat niet was gebeurd, dan denk ik dat je allang een willekeurige basisschool was ingelopen en met een automatisch vuurwapen om je heen was gaan schieten. Dat is de inconvenient truth, Henry. Ik ben bang en jij bent bang. We zijn allemaal bang en dat houdt nooit op. Die angst houdt nooit op. Elk optreden is een wedstrijd. En elke wedstrijd is de belangrijkste wedstrijd van je leven. En van al die belangrijkste wedstrijden is dit nog wel de allerbelangrijkste. Want deze wedstrijd levert een YouTube-filmpje op. En als je dan dus grappig bent, dan gaan alle tieners van Nederland en Zeeuws-Vlaanderen je filmpje kijken en je nadoen in de schoolpauze en op TikTok compleet random teksten die je hebt uitgekraamd playbacken. Want waarom ook niet? De wereld is toch al naar de tyfus. Kun je net zo goed allemaal random teksten van Stefanootje gaan playbacken als je 14 bent en in de polder woont en een 2 hebt gehaald voor Engels en hele kleverige poep achterlaat omdat je te veel Haribo heet. Nu ik er zo over nadenk, zou het me niks verbazen als ook deze zinnen op TikTok geplaybacked gaan worden door die barkie tieners. Lekker artie, lekker meta, wat een eer, nietwaar? Waarom zien jullie niet wat er aan het gebeuren is? Waarom denken jullie dat Petertje Pannenkoek er niet is vanavond? Omdat er niets meer te verdienen valt. Omdat er geen enkele rode set meer te halen valt met al die fucking comedy. Wat nou uitverkochte zalen? Er zijn helemaal geen zalen meer. Is dit dan waar we het allemaal voor doen? Een groepje mensen in een oneindig lege ruimte die zo vaak getest en volgespoten zijn met alles dat los en vast zit, dat ze meer dood zijn dan levend. En dat noemt zich dan het publiek. Die slepen je er wel doorheen, dat publiek. Nee, Stefanootje, geen illusies vanavond. Geplaybacked worden door tieners in TikTok-video's is de enige prijs die nog over is. En die gaan ze niet meer van je afpakken. Je gaat strijden voor wat je waard bent. En je gaat ze allemaal laten zien dat je ballen hebt. Grijp deze kans. Show them the money. Als jij het niet doet, doet niemand het. En dat zou zielig zijn, want die mensen thuis hebben het echt even nodig dat ze lekker kunnen lachen en alle zorgen om zich heen kunnen vergeten. Dat hebben ze wel verdiend. Ze hebben het immers zo zwaar gehad al die tijd verplicht op de bank moeten liggen, Nintendo Switch moeten spelen of als het echt niet anders kon, zelfs tv moeten kijken. En dan gingen ze bijvoorbeeld naar jou kijken. En dan moesten ze bijvoorbeeld lachen omdat jij weer eens je leven en je integriteit op het spel aan het zetten was voor een fles cava en de nieuwe Linda magazine. En dan dachten ze, hey, die
Die Stefano, die is misschien wel grappig. Eens kijken wat hij bij de roast van Hans Klok gaat doen. Want dan kan ik hem misschien wel gaan playback op TikTok. Dan krijg ik ook nog eens wat waardering voor al het harde werk. Dan krijg ik ook nog eens een positief zelfbeeld. Ook al doe ik in feite niets anders dan iets wat iemand anders heeft bedacht en heeft gezegd. Halfbakken playback in de buurt van de wasmachine. Of als ik echt lekker gek wil doen, op het logeerbed. Maakt niet uit. Als mijn vrienden het leuk vinden, dan is het gewoon fucking geniaal. Dan ga ik me eindelijk een beetje goed voelen over mezelf. Body positivity. Dan ga ik me eindelijk een beetje blij voelen met mezelf. Dus please, Stefano, verneuk dit niet, Stefanootje. This opportunity comes once in a lifetime. Lose yourself to the music. Pak ze, pak ze. Oké. Ik ga het proberen. Maar voordat ik kan beginnen, heb ik nog 2 vragen aan de productie. Oh nee, 3. Nog 3 vragen. Vraag 1. Wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Want ik meen het, serieus, dit is by far de laatste plek waar ik ooit had willen zijn in mijn leven. Wat een diep, diep trieste bedoeling is dit. De roast van Hans Klok. Laat me niet lachen. Letterlijk, het laat me niet lachen. Omdat er godverdomme niets meer te lachen valt, lieve schatten. De hele wereld is naar de tyfus. Het heeft misschien een andere naam gekregen, maar het is nog steeds hetzelfde als voorheen. Tyfus. Hele dikke, vieze, vette tyfus. En midden in die oneindige oceaan van tyfus, als een klein bootje dobberend op de golven. De roost van Hans Klok. Treuriger kan het niet. Hans Klok is 52 en als hij niet door het coronavirus zijn enig talent om een nieuwe voorstelling te maken terug was gefloten, dan zou hij ook dit jaar weer minstens 480 keer hebben opgetreden. Hoeveel bewijs heb je nodig dat iemand een kutleven heeft? Welk gelukkig mens zou er ooit voor kiezen om zo keihard te werken, om zo keihard zijn best te doen, om nooit thuis te hoeven zijn? Alsof er daar thuis iets is dat verschrikkelijker is dan je hele leven aan metalen kabels ondersteboven steeds net niet in een berenklem vallen om vervolgens onder een minuscuul doekje razend snel van kleding te moeten wisselen met de 19-jarige student van de Lucia Martas Dansacademie die een borstvergroting heeft genomen om meer kans op een carrière vol misbruik te maken, waardoor die blouse die jij aan moet trekken helemaal niet meer lekker zit. Eerlijk waar, Hans Klok. Ik ben 1 keer in mijn leven naar een voorstelling van je geweest en dat was meteen de laatste keer, dat kan ik je wel vertellen. Nog nooit zoiets saais gezien in mijn leven niet. Terwijl ik ooit een week lang op een bankje naar een muur heb gestaard op station Purmerend Weideven, omdat er geen treinen meer reden, dus kun je nagaan. Kijk, de eerste 10 minuten is het nog wel leuk dat je dan weer hier en dan weer daar op het podium verschijnt en de ene keer uit de kooi komt gesprongen en dat er dan even later ook weer een kooi uit jou springt. Maar 2,5 uur van die bullshit achter elkaar. Wat probeer je duidelijk te maken anders dan dat je zelf gewoon echt niet thuis wil zijn? Zelfs op de kunstacademie duren de moderne dansjes nog korter dan bij jou. En dat je dan alsnog vrijwillig ervoor kiest om uitgelachen en beledigd te worden door types als Rasti Rostelli, de meest failliete man van Nederland is, daar kun je nog een puntje aan zuigen. Zou me niks verbazen als ik ooit nog over een Chinese voedselmarkt loop en dat er dan ergens een kraampje is waar een stuk of 6 ontbindende Rasti Rostelli's op een stapel liggen met de ingewanden ernaast in een rieten mandje en dat dan uiteindelijk met terugwerkende kracht blijkt dat Rasti Rostelli een zeldzaam dier is dat mogelijkerwijs heeft bijgedragen aan de overdracht van corona op de mensheid. Rasti Rostelli. De enige in Nederland die letterlijk altijd ja zegt wanneer er geld te verdienen valt. Ik laat even een pauze vallen, want dit was zowaar een grap. Zie je wel, kinderen, dat er wat te lachen valt bij Stefano? Want als er 1 ding is dat we in Nederland natuurlijk allemaal doen, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen en wat we ook maar gestudeerd hebben, dan is het natuurlijk ja zeggen wanneer er geld te verdienen valt. Een stelletje hoeren, dat zijn we met z'n allen. Niets meer of minder. Dat is mijn kerstboodschap 2021. Iedereen is een webcam slet. Iedereen is een hoer. Wat jij, Henk Westbroek, dat zul je toch wel met me eens moeten zijn. Uitgedrukte peuk dat je er bent. Vraag 2. Vraag 2. Ben ik verplicht
om iets te zeggen over Louisa Jansen, die er alleen maar bij zit, zodat niemand kan zeggen dat Karin Bloemen de enige vrouw is in de groep, terwijl dat wel zo is. Giel de Winter, die net zo goed bedrijfsleider had kunnen zijn bij de Aldi als hij dat al niet is. Johan Goossens, die eveneens bedrijfsleider had kunnen zijn bij de Aldi, maar waarschijnlijk al na een paar maanden was ontslagen. En de enige echte Mr. Bombastic van Nederland. Een woordkunstenaar die letterlijk geen enkele taal machtig is. Rapper Sjaak. Ik bedoel, krijg ik net zoveel betaald wanneer ik niets over hen zeg als wanneer ik wel iets over hen zeg? Want ongeacht het antwoord sterf ik nog liever dan dat ik iets over hen zeg. Het blijft over Karin Bloemen. Jou wil ik wel wat persoonlijk vertellen. Karin Bloemen, jij wordt letterlijk al je hele leven geroost. Overal waar je komt, wat je ook doet, mensen kunnen gewoon niet stoppen met zogenaamde grappen te maken over je voorkomen en de uitbundige kleding die je draagt. Stop daar eens mee. Get a life. Blijf lekker thuis, dan kan je niks gebeuren. En trek normale kleding aan. Zoals ik. Kleding waar niemand iets over op of aan kan merken. Omdat er niks over te zeggen valt. Omdat ze allemaal al weken geleden een tekstschrijver hebben ingehuurd die hun grapjes heeft bedacht, waardoor ze nu één voor één geen flauw idee meer hebben wat ze moeten zeggen. Ik sta hier nu, zo kwetsbaar als iemand ergens maar kan staan. En jullie kunnen alles met me doen wat jullie maar willen. En toch voel ik heel sterk dat ik hier niet voor lul sta vanavond. Omdat ik, in tegenstelling tot jullie, niet het gevoel heb dat er nog iets valt te verliezen. Face it, dames en heren, hooggeëerd publiek. Dit is de roast van Hans Klok. De laatste kans op een grap, op een uitweg uit al deze misère, is bij deze verkeken. En dan nog de derde en laatste vraag. Die ligt al een tijd op mijn lippen. Mag de verwarming aan? De roast wordt mede mogelijk gemaakt door de Flame Grill Burgers van Burger King. Zitten jullie weer te wachten dat ik een goocheltrucje ga doen? Nou hier. Nog meer roosfragmenten. Kan ik ook weer verder. MUZIEK